Onze scriptie is eigenlijk een ontwerpthesis die handelt over het belang van architectuur in Gazakamp. Gazakamp is een van de 64 Palestijnse vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten en het werd 50 jaar geleden opgericht om de Palestijnse vluchtelingen die afkomstig waren uit de Gazastrook op te vangen in Jordanië. Wat toen initieel een tentenkamp was, is vandaag uitgegroeid tot een dense en overbevolkte stedelijke entiteit waar de leefomgeving niet altijd even aangenaam is. En het is in deze context dat voor ons architecten en urbanisten vele uitdagingen liggen. In nauwe samenwerking met de Verenigde Naties zijn we eigenlijk gedurende 10 weken naar Gazakamp gegaan. We hebben ons eigen daar ondergedompeld. In de lokale cultuur. We zijn daar met de mensen gaan praten, we hebben interviews gedaan. En dat was eigenlijk niet zo evident. Want ja, de toekomst van die mensen ligt voor hun eigenlijk nog altijd in hun thuisland in Palestina. Dus de vraag die zich dan stelt is van hoe ontwerp je nu in zo'n delicate en in zo'n complexe omgeving? We hebben al die informatie eigenlijk samengebracht en we zijn daar thuis mee aan de slag gegaan om een soort ruimtelijke toekomstvisie voor het kamp op te bouwen. We hebben daar zelf ook een aantal ontwerpvoorstellen in gemaakt om meer een idee te geven van wat dat echt ter plaatse zou kunnen zijn. Voor ons was eigenlijk het allerbelangrijkste om met deze thesis aan te tonen dat architectuur niet gewoon gaat over het allernieuwste design, maar dat het belangrijk is in elke leefomgeving, in elke omstandigheid en dat je met architectuur eigenlijk op kleine schaal, met kleine eenvoudige ingrepen enorm veel kan doen in het leven van mensen.